De verspreiding van het COVID-19-virus in Paramaribo is duidelijk te zien aan de cijfers waarover het ministerie van Volksgezondheid beschikt. Dit zegt Ingrid Krishnadat, epidemioloog van het COVID-Outbreak Management Team, gisteren tijdens de reguliere persconferentie in de congreshal. Zij geeft verder aan dat de verspreiding meer voorkomt in Paramaribo Zuid en een gedeelte van Welgelegen. Krishnadat legt uit dat dit niet betekent dat het slecht gaat, maar dat het verloop van de verspreiding wel in de gaten moet worden gehouden, vooral met betrekking tot de ziekenhuisopnames. Maar als we kijken naar het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis, zien we dat die afname niet zo groot is als die afname in het testen. Nog steeds zien we daar eigenlijk, spreken we daar nog steeds van een stijging. En de mensen die in het ziekenhuis belanden zijn eigenlijk een, wat we noemen in de wetenschap, de top van de ijsberg. Is het extreme deel van die mensen die ziek zijn in de samenleving. Als je die mensen blijven eigenlijk altijd, die heb je altijd, en daaronder heb je hele hoop mensen die niet zo erg ziek zijn, in normale omstandigheden niet naar de dokter zouden gaan en in normale omstandigheden niet opgemerkt zouden worden als ziek. En als we naar deze toename kijken, dan zien we wel dat er een goede stijging nog is en dat we nog steeds te maken hebben met een lichte toename wekelijks. Krishnadat legt uit dat het isoleren van mensen ervoor zorgt dat de verspreiding in de gaten wordt gehouden. Zij gaf een uiteenzetting van de leeftijd en geslacht van de patiënten. We zien dat er nou net zoveel mannen als vrouwen uiteindelijk bijna over het geheel is gekomen. En nog steeds de mensen die het meest ziek worden zijn de mensen tussen de 30 en de 40 jaar in aantallen. Men vraagt zich steeds af, hoe komt het nou dat mensen overlijden? Wat voor soort mensen gaan dood? Hoe vaak gaan mensen dood? En eigenlijk zien we dan toch nog steeds dat het vaker mensen zijn die onderliggende of andere ziekte hebben. Zoals hoge bloeddruk, daar in dat eerste balkje staat hypertensie, maar dat betekent hoge bloeddruk. Diabetes of suikerziekte. Obesitas, dat wil zeggen dat je te zwaar bent en te groot. Of mensen met nierziekte. Dat staat onderaan als renal disease. Vooral in de mensen, we hebben gezien een aantal mensen die misschien niet zo oud zijn, rond de 40, onder de 40, rond die leeftijd. Dat zijn vaker mensen die dus ernstig obese zijn en of diabetes of hypertensie hebben. Ingrid Krishnadat, epidemioloog van het COVID-Outbreak Team. Zij sprak gisteren in de congreshal tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie.